Start is gevallen. Aan de buitenkant gaat James Freitaut makkelijk naar de leiding. James Freitaut, Nora As, daarnaast Drogba Apache. Dan daarachter teruggenomen in de tweede spoor Hollywood Star. De relingzijde daarachter ligt Eline Jansen met Darkwitch Sisu. Voorlaatste plaats is voor Gigant wel. En de laatste plaats voorlopig voor Grift Junior en Michel Rotegatter. Velding dus vooraan en achteraan. En de rest in de Velding Sandwich. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En de leiding in handen van James Freitaut. James Freitaut, en dan kijkt Wester even opzij. Die ziet daar in de problemen. Een buurman van hem, Elko Korrel. En dan moet je dat toch op een of andere manier oplossen. Dat doen ze zo. Drogba Apache mag de leiding nu overnemen. En nou denkt Tesselaar, nou ben ik de gebeten hond. Nou heeft hij het spoor naast de leider. En dan wil Tesselaar de kop ook wel hebben. Dan gaat hij aan de buitenkant met Hollywood Star. En die gaat nu een aanval op Drogba Apache. Drogba Apache wordt stevig vastgehouden. Hij wil die rug wel hebben, Elko Korrel. Maar het valt niet mee om Drogba Apache voorbij te komen. Hollywood Star moet daar echt even flink gas geven. En voorlopig is hij er nog steeds niet langs. Nu pas. En dat heeft aardig wat gekost. Deelnemers zijn in de rechte lijn voor de tribune. Aan de buitenkant gaat u naar voren Gigant wel. Levendige koers. Daar komt ook weer van de reling af. Want hij lag daar eigenlijk niet lekker aan de reling. James Freitaut. James Freitaut weer op weg naar voren. En tussentijden heb ik nog niet gezien. Maar ze zijn er wel. 14 en 12. Dus 13 over de eerste kilometer. Dat is eigenlijk veel te hard. En dat weet Tesla ook. Die vindt het allemaal niet prettig. Hollywood Star ligt aan kop. Hollywood Star. Buitenkant daarnaast is het James Freitaut. Daarachter aan de reling zijn de Drogba Apache. Vierde aan de buitenkant Gigant wel. Vijfde aan de reling zijn de Nora As. Zesde aan de buitenkant Griff Junior. En zevende aan de reling zijn is Darkwitch Sisu. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in. Kilometertje 13, dat heeft Tesla ook gezien op zijn klokje. Die zegt tegen Rick Wester, kunnen we het even ietsje kalmer aandoen. Wester vindt dat voorlopig wel goed. En dus gaat het tempo zeker geen 12, geen 13 of 14 zijn. Die derde 500 meter gaat in de buurt van de 15 zijn. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Aan de binnenkant Hollywood Star. Buitenkant daarnaast James Freitaut. Daarachter gaat Gigant wel. En daar gaat nu Jaap van Rijn aan het werk. En ze gaan de laatste bocht in. Tussentijd was 18-6. Leiding in handen van Hollywood Star. Inmiddels is hij halverwege de Tjarda-bocht. Aan de buitenkant James Freitaut. En die paarden gaan het met z'n tweeën uitvechten. De rest is wat ver weg. Alhoewel aan de buitenkant nu wel Grift Junior aankomt zetten. Grift Junior gaat sterk. En Casper Veldingse kleuren liggen nu 1 en 2. Leiding is in handen van James Freitaut. Aan de buitenkant Grift Junior. Zou een fantastisch succes zijn als hij dat gaat redden. Daar gaat Rotegatter liggen. Go baby! Go, go, go! Grift Junior. Hij is terug van heel ver weg geweest. James Freitaut tweede en de derde plaats daarachter is voor Hollywood Star.